De staat heeft 19 miljoen euro aan middelen gekregen om investeringen te doen in de volksgezondheid. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi eerder bij de uitreiking van gronden bij het Roelies Event Center te Kronenburgweg. Het staatshoofd zegt dat de middelen al in de regeringsraad zijn vrijgemaakt. We hebben 13 miljoen euro van Total Energy voor volksgezondheid. We hebben 6 miljoen euro van restantverdragmiddelen volksgezondheid. De samenleving moet geholpen worden. Alle apparaten moeten in het ziekenhuis functioneren. Mijn mensen, de scholen moeten een facelift krijgen, materiaal hebben, middelen hebben. Gisteren hebben we weer goedgekeurd in de regering. Uitbreiden van wifi-programma. U weet onze opdracht, alle scholen te starten met middelbare scholen, moeten gratis wifi hebben. De president geeft aan dat de staat bankroet was, maar er nu geld kan worden vrijgemaakt om zaken voor de gemeenschap te doen. Hij stelt dat er veel hulp komt van de bevriende naties.